Sorteer de kaarten in 4 stapeltjes. Voorwerpen, verdachten, tijden en kamers. Schud de stapeltjes met de goede kant omlaag. Draai 1 van de voorwerpkaarten om. Dit is het voorwerp dat is gestolen. Leg de rest van de voorwerpkaarten terug in de doos. Pak 1 kaart van elk van de 3 stapeltjes en doe ze zonder te kijken in de envelop. Nu bevat de envelop 1 verdachte, 1 kamer en 1 tijd. Sluit de envelop en leg hem naast het speelbord. De 3 kaarten in deze envelop vormen het antwoord op deze zaak. Pak de 3 andere stapeltjes bij elkaar en schud ze. Pak nu, zonder kijken, de bovenste 2 kaarten van de stapel. Leg 1 kaart, goede kant omlaag, in de muziekkamer en de andere, goede kant omlaag, in de zitkamer. Sommige deuren zitten aan het begin van het spel op slot. Pak de plastic hangsloten en leg ze op de buitendeuren. Deze vind je in de hal, serre en eetkamer. Door deze deuren kun je in het begin niet naar buiten. Mag ik vragen hoeveel spelers er meedoen? Je gebruikt de volgende figuren om dit spel te spelen. Zet al deze figuren in de bewijskamer alsjeblieft. Mevrouw Blauw van Draad, Gravin Lavendel, Prins Azuur, mevrouw De Wit. Als al deze figuren in de bewijskamer staan, kiest elke speler wie hij of zij wil spelen. Geen ruzie maken hoor. Geef elke speler een detectivenblaadje. Iedereen moet ook een pen of een potlood hebben. Pak nu de grote stapel kaarten, de stapel met verdachten, kamers en tijden, en deel deze kaarten zonder ze te bekijken uit aan de spelers. Er blijven kaarten over. Leg deze kaarten goede kant omhoog in de bewijskamer. Dit zijn de eerste bewijsstukken. Deze liggen hier als bewijs en kunnen niet in de envelop zitten. Deze kaarten kun je dus rustig afkruisen op je blaadje. Nu bekijk je je kaarten en je kruist ze af op je detectivenblaadje. Houd je blaadje verborgen. Dit onderzoek wordt begonnen door Prins Azuur. Daarna gaat het spel met de klok mee verder. Als je zo zit dat de speelvolgorde niet duidelijk is, maak dan van tevoren duidelijke afspraken.